Yo, what's up? Gary Yaman hier en vandaag hebben we weer wat nieuws. We hebben hier de Xiaomi Air Purifier 3H. We gaan hem samen unboxen, daarna kijken wat je ermee kan doen en of dit wat voor jou is. Let's go! Alright, met deze Xiaomi Air Pure 3H kan je elke dag genieten van schone lucht in je huis. En dit apparaat maakt gebruik van een zogenaamde HEPA Class 13 filter. En wat doet dit filter nou precies? Het verwijdert bijna 100%, dus 99,7% van alle kleine deeltjes. Waaronder die van rook, stof, sporen. Kleine deeltjes van slechts 0,3 micron. Um, dus daarbij hoort ook dingen zoals um, pollen. Dus als je bijvoorbeeld hooikoorts hebt, dan heb je gewoon minder last van hooikoorts. Dus dat is echt wel zeker relax. Ik heb zelf last van hooikoorts, rode ogen, snotterige gedoe en dat soort zaken. En dan met zo'n Air Purifier is het zeker wel een relaxe toevoeging. Daarnaast is deze Air Purifier 3H ook geschikt voor grotere ruimtes. Dus niet alleen voor je slaapkamer, maar ook bijvoorbeeld voor een woonkamer of een eetkamer of een keuken. En nu weten we wat het doet, maar... Hoe werkt het nou eigenlijk? Aan de voorkant van deze Xiaomi Air Purifier 3a, wat overigens echt wel een relaxed design heeft. Het heeft aan de voorkant een grote OLED display en hierin lees je dus de zogenaamde PPM waarden. Hoe hoger deze waarde, hoe slechter de luchtkwaliteit, hoe lager. Dus bijvoorbeeld 001 zoals je nu ziet, dan is de PPM waarde fantastisch. Je luchtkwaliteit is dan supergoed. Ook geeft deze display de temperatuur en luchtvochtigheid weer. Nou ja, hoe gebruik ik hem nou eigenlijk? Je gebruikt hem door uh, de knopje aan de onderkant van de OLED-display. Hierin verander je dus het aantal instellingen wat je hebt. Je hebt een automatische instelling. Je hebt een, uh, een, een nachtmodus. Zodat je dus minder energie uh, verspilt eigenlijk. Maar ook uh, minder lawaai maakt. Daarnaast heb je dan een soort van handmatige stand. De ventilatorsnelheid is handmatig aan te passen van low, medium en high. En we gaan terug weer naar de automatische stad. De afgelopen maand heb ik deze Xiaomi Air Purifier mogen gebruiken. En ik moet zeggen: het maakt totaal geen geluid. Ik zet hem gewoon op de automatische stand. En ik laat het gewoon zijn ding doen. Wat ik daar gewoon fijn aan vind: is dat het pas aangaat wanneer het echt moet. En ik heb gemerkt dat als ik bijvoorbeeld. Als ik ga wokken bijvoorbeeld en ik ben goed bezig met het wokken, komen allerlei uh, ja, luchtjes en gassen, dat soort uh, zaken komen dus in de lucht. En dan merk je dus dat die ppm waarden ineens omhoog gaan naar nou, pak een beet 80, soms wel 100. Dan schrik je wel daarvan van, hey wat de hel man, dat is best wel veel, uh, best wel hoge waarde, weet je wel. Maar dan gaat deze air purifier, gaat dan heel hard ventileren, gaat heel hard draaien. En dan ineens, dan zakt het gewoon langzaam maar zeker naar weer naar 001. Dus dat is wel, dan dat geeft mij het idee in ieder geval dat het super werkt. Maar wat ik erg fijn vind is dat dit, uh, los van de feit dat je kan gebruiken gewoon met het knopje aan de voorkant onder de OLED-display, is dat je het ook kan gebruiken met een telefoon. En zoals je hier ziet in deze voorbeeld, ik gebruik het op mijn Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Met de Xiaomi Home app. En hiermee kan je dus op afstand het een en ander gaan bedienen. Maar je hebt ook een hele leuke instelling. En dat heet dan schedule. Dat houdt gewoon in. Je kan een schema maken wanneer dat ding aan moet gaan en uit moet gaan. En zo bespaar je ook heel veel energie. Maar daarnaast kan je het gewoon bepalen. Bijvoorbeeld, stel je bent gewoon in de nacht. Je bent aan het slapen. En je wilt toch even dat je gewoon frisse lucht in je huis hebt. Dan kan je hem bijvoorbeeld aanzetten van drie uur s'nachts, tot en met vier uur s'nachts. Zet hem op een bepaalde. Bepaalde stand, ik hou het gewoon automatisch. Dan ga je die gewoon even blazen, weet je wel. Je hoeft niks te doen, je hoeft niet uit bed te gaan, je hoeft niks te gaan doen. Of stel bijvoorbeeld, je bent vergeten de uh, Xiaomi Air Purifier uit te zetten, maar je bent op zolder, je bent ergens op een andere plek bijvoorbeeld, gewoon op afstand in je app boep, boep, boep. en je kan hem uitzetten. Dat is wel zeker relaxed en dat vind ik persoonlijk een van de fijnste features van deze Xiaomi Air Purifier. Alright, dat was het al voor deze video. Dankjewel weer voor het kijken. Dus ben jij op zoek naar een apparaat dat ervoor zorgt dat jij elke dag kan genieten van schone lucht in je huis? Dan is deze Xiaomi Air Purifier 3A wellicht voor jou. Alright, that's it. Dankjewel en ik zie je de volgende keer. Ciao.